Welkom allemaal. In deze vlogboek zal ik jullie vertellen over het boek, over het boek De Aanslag van Harry Mulisch. Ik zal beginnen met een korte samenvatting vertellen met wat er in het boek gebeurt en de belangrijkste gebeurtenissen in het boek. Daarna zal ik het thema en de karakterontwikkelingen vertellen. Ik zal ook nog mijn eigen mening over het boek geven. Ik zal nu eerst wat korte informatie vertellen over de schrijver zelf. De schrijver van het boek is Harry Mulisch. Harry Mulisch is geboren in Haarlem in 1927. Tijdens de oorlog is hij opgegroeid en daar heeft hij ook zijn liefde voor schrijven vandaan gehaald. Het boek De Aanslag is een van zijn bekendere boeken en die heeft hij uitgebracht in 1982. Een deel van het verhaal is zelf ook gebaseerd op zijn eigen ervaring uit de Tweede Wereldoorlog. Harry Mulisch is eindelijk in 2010 overleden. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen met zijn boeken. Korte samenvatting van het boek. Dit boek gaat over Anton Steenwijk. Die is opgegroeid in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een rustige avonddag in de Tweede Wereldoorlog zitten ze te eten en dan horen ze opeens twee schoten voor hun huis. Als ze naar buiten gaan, zien ze dat daar een fake ploeg ligt. Een NSB-leider die veel Joden heeft moord. Ontwikkelingen van de personages. Eigenlijk is maar van één personage echt te zeggen wat zijn ontwikkelingen zijn door het boek heen. En dat is van het personage van Anton zelf. Waar Anton in het begin een hele eigenlijk bange en verlegen jongen is het einde van het boek, wanneer hij ook volwassenen is, een hele vol zelfvertrouwen man geworden, die veel vertrouwen in zichzelf heeft. Ik denk dat deels komt omdat hij meer vertrouwen heeft gekregen en dat hij gewoon ouder is geworden en daardoor over het algemeen meer zelfvertrouwen krijgt. Thema van het boek. Ik denk dat het thema van het boek bij dit boek schuldvraag is. Dan denk ik omdat Anton zich eigenlijk in het hele verhaal bezighoudt met de ene vraag, waarom veeploeg is vermoord en waarom het liggen voor zijn huis is gelegd. Hij probeert hier in de loop van het verhaal achter te komen, maar dat lukt hem nauwelijks. Een belangrijk motief aan het boek zijn dobbelstenen. Er is één moment in het boek, helemaal aan het begin, wanneer fake ploeg wordt vermoord. Op dat moment en dan spelen ze een dobbelspel en met dobbelsteen erin. Dus ik denk dat dobbelsteen een belangrijk motief uit het boek is. Even later wordt Anton opgepakt nadat zijn ouders worden opgepakt. Anton wordt van zijn ouders gescheiden en uiteindelijk naar zijn oom en tante gebracht, waar hij de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk doorbrengt. Na de Tweede Wereldoorlog dan komt hij via een feest terug bij zijn oud huis en dan ontmoet hij daar weer de buren van hem. Die vertellen hem het echte verhaal en ook waarom veeploeg is vermoord. Daarna gaat ze leven vrij rustig verder, maar krijg je soms wel flashback naar het moment dat veeploeg is vermoord. Pas op late leeftijd komt hij achter de hele waarheid en ook waarom het lichaam voor zijn huis is gelegd. De leeservaring. Over het algemeen hou ik zelf heel erg van romans en ook over verhalen over de oorlog. Daarom vond ik dit ook een erg leuk boek en ik heb ook zeer ervan genoten om het boek te lezen. Ook de schelfstijl van het boek vond ik erg fijn en ik vond het ook wel prettig dat het verhaal opgedeeld was in meerdere episodes, waardoor het verhaal heel duidelijk te begrijpen was. Vooral de eerste twee episodes vond ik erg leuk, omdat er toen veel gebeurde en er zat ook nog spanning in. De laatste twee episodes die vond ik iets minder leuk, want toen werd het verhaal heel erg lang en toen gebeurde niet zo heel veel meer. Toen ging het gewoon alleen over zijn leven en dat vond ik iets minder interessant. Eigen keuze. Voor mijn eigen keuze dan ga ik een titelverklaring geven. De titel van het boek is De Aanslag en ik denk dat Harry Mulisch voor deze titel heeft gekozen omdat het belangrijkste moment uit het boek De Aanslag is op
op fake ploeg. Eigenlijk het hele verhaal die draait om de aanslag heen. Want steeds probeert hij uit te zoeken waarom fake ploeg is vermoord. Dit was mijn vlogboek. Ik hoop dat jullie allemaal leuk hebben gevonden. Tot de volgende keer.